Ja, helaas ook vandaag in de ministerraad natuurlijk weer gesproken over de verschrikkelijke situatie in Oekraïne. De week begon afgelopen zondag gitzwart met de gruwelijke berichten over oorlogsmisdaden van de Russen in de gebieden waar zij zich recent hebben teruggetrokken. En inderdaad lijken zij nu rond Kiev, zo lijkt uit alle berichten, de terugtrekking te laten plaatsvinden. Maar de gevolgen van de aanwezigheid, dat weten we inmiddels ook wel, die zullen nog lang zichtbaar en voelbaar blijven. En vanochtend kwam daar een nieuw verschrikkelijk bericht bij. Namelijk de afschuwelijke aanval op het treinstation in Kramatorsk. En het gaat hier om een raketaanval op een treinstation waar juist mensen vandaan proberen te vluchten, gebruik maken van dat treinstation om te kunnen vluchten voor de situatie in de directe omgeving. En gisteren hebben we nog beelden gezien van letterlijk tienduizenden mensen die proberen vanaf dat treinstation zichzelf in veiligheid te brengen. En dat nou juist op dat treinstation zo'n aanval plaatsvindt, laat wel zien tot welke cynische daden de Russen bereid zijn te gaan. Wij verwerpen dat en veroordelen dat natuurlijk ten stelligste. En het maakt ons natuurlijk gemotiveerd om door te gaan met waarheidsvinding, het verzamelen van bewijsmateriaal, alles te doen internationaal om dat voor elkaar te krijgen, zodat we niet zullen rusten totdat de mensen die verantwoordelijk voor zijn ook voor het gerecht kunnen worden gebracht. Het is echt verschrikkelijk. Ik ben echt kapot van als je die beelden ziet en zeker als je realiseert waarvoor dat treinstation de afgelopen dagen werd gebruikt. Dat stond ook gisteren op de agenda uiteraard in Rome, de gesprekken met Mario Draghi, maar ook alle gesprekken die Bob Hoekstra en Kaarsen Ollengren voeren internationaal. En er is een enorme maat van overeenstemming met onze Europese collega's, met onze transatlantische collega's, om te komen tot een gezamenlijke positie op sancties, maar ook op het afleggen van die verantwoording en ervoor te zorgen dat het bewijsmateriaal niet verloren gaat. Dat het wordt gelogd, dat het wordt voorzien van alle randvoorwaarden die nodig zijn om als bewijsmateriaal ook te kunnen gebruiken, zodat het uiteindelijk het mogelijk is. En Nederland draagt daar op alle mogelijke manieren aan bij. Via het kantoor van de Hoge Vertegenwoordiger voor de Mensenrechten, de mensenrechtenorganisatie zelf, de VN. Uiteraard helpen wij ook de aanklager van het ICC, zowel financieel als praktisch, om ervoor te zorgen dat alles hier mogelijk is. Alleen zo kan het recht zijn beloop hebben. Het vijfde sanctiepakket is deze week ook tot stand gekomen op het gebied van energie, transport en financiën. Vanaf augustus zal niet langer steenkool worden geïmporteerd uit Rusland. Russische schepen wordt vrijwel onmiddellijk de toegang tot Europese havens ontzegd. En er komt ook een transactieverbod voor nog weer eens 4 Russische banken. En daarmee laten we ook weer zien dat de onverzettelijkheid ongebroken is waarmee we achter Oekraïne staan. Poetin moet zijn geweld stoppen. Die boodschap klinkt unisono door. En ik moet zeggen, ook in de gesprekken deze week met anderen, ook buiten Europa, telefonisch, maar ook het bezoek van de president van India was in dat kader belangrijk. Je ziet in toenemende mate, een grote mate van overeenstemming, ook met de hele internationale gemeenschap. Dan was deze week natuurlijk ook nog gisteren het debat van koning Helder en Hugo de Jonge over de zogenoemde mondkapjesdeal. Staatsrechtelijk nogal bijzonder natuurlijk dat een minister daar, inmiddels op een nieuwe portefeuille zittend, toelichting geeft op beleid dat betrekking heeft op zijn vorige portefeuille. Maar zoals ook gisteren is toegelicht, dit zijn dilemma's en uiteindelijk moet je alles afwegend tot keuzes komen. En ook daarmee invulling geven aan een wens die ook in de Kamer leefde, dat Hugo de Jonge zelf daar het woord kon voeren. Dan volgende week, in verband met Goede Vrijdag, vindt de ministerraad plaats op donderdag. Dus dan treffen we elkaar een dag eerder dan gebruikelijk. Wie mag ik als eerste het woord geven? Ja, meneer Rutte, u had het al even kort over dat debat van gisteravond. Heeft u de tijd gehad om het te volgen? Ik was in Rome gisteren. U heeft het niet kunnen volgen. Wat, u heeft er vast wel iets over gehoord. Was dit debat nou een goed voorbeeld van wat u aan het begin van deze kabinetsperiode zei? We moeten het vertrouwen terugwinnen, betere informatieverstrekking. Was dit daar een goed voorbeeld van? Ik denk dat het debat een voorbeeld is dat je in dit vak met dilemma's te maken hebt. Het dilemma wat je gisteren zag was het dilemma dat de Kamer wil praten met de minister die inmiddels op een nieuwe portefeuille zit. En dat dan strikt genomen staatsrechtelijk alleen de erfopvolger daar het woord zou voeren. Het dilemma dat
Deloitte bezig is met een heel fundamenteel onderzoek naar die kwestie. En de Kamer zegt, ja, we willen toch eigenlijk ook wel tussentijds informatie hebben. Nou, dat soort dilemma's, daar maak je nooit precies de goede keuzes in. Dat is altijd een zoektocht, ook met de Kamer samen. En ik denk dat je dat gisteren ook zag. Ja, dilemma's, maar je zag ook een minister die er misschien een beetje omheen draaide. Hij zei onder meer, ik had betrokkenheid, maar was niet betrokken. Begrijpt u die formulering? Ik ga niet nu dat hele debat recenseren, maar ik denk dat Hugo de Jonge gisteren heeft gemeld hoe hij aankijkt tegen dat hele onderwerp. Ik denk ook dat ik begrijp ook heel goed dat hij zichzelf daar wilde verdedigen, dat snap ik helemaal. Maar nogmaals, staatsrechtelijk is dat natuurlijk kwetsbaar. Maar ik zeg al, dat zijn afwegingen die je gewoon hebt te maken in dit vak. Het is nooit zwart-wit. Maar u zei aan het begin van deze kabinetsperiode, ik wil het anders doen en in de praktijk moeten we laten zien dat we het anders gaan doen. Hoe staat het daarmee? Nou ja, ik zou de hele lijst kunnen noemen van dingen die we anders doen dan vroeger. Maar daar ga ik u niet mee vermoeien. Maar in dit specifieke onderwerp speelt natuurlijk dat zei ik, het dilemma is dat met de Kamer samen is afgesproken om een hele fundamentele reconstructie te doen over die hele kwestie. Deloitte doet dat, ook forensisch. En natuurlijk niet gek is dat je zegt als kabinet en Kamer samen, laten we daar ook op wachten. En tegelijkertijd snap ik ook door de publiciteit in de Volkskrant van een paar weken geleden dat de Kamer zegt, ja, maar eigenlijk willen we hier dan toch weer meer van weten. Ja, dat is dan een zoektocht. Maar begrijpt u dat, het is een jaar geleden dat het 1 april debat was, dat het leek alsof er niet zoveel veranderd was. Dat er omheen gedraaid werd en toch eigenlijk de eigen verantwoordelijkheid een beetje weggehouden werd. Ja, ik denk dat dit toch meer moet worden gezien in het vraagstuk van dat er al acties lopen op die mondkapjesdeal. Nogmaals, dat onderzoek. Dat duurt vreselijk lang, maar ik begrijp dat ook wel weer. Omdat je ook forensisch onderzoek doet en dat is vreselijk ingewikkeld. Nou, de Kamer is er ook nog over gebriefd afgelopen dinsdag. Ik ben ook geen deskundige op dat vlak. Maar ik snap ook heel goed dat de Kamer zegt, joh, vanwege de publiciteit in de Volkskrant willen we eigenlijk heel specifiek daar meer over hebben. Ja, hoe doe je dat dan? En uiteindelijk heeft Hugo de Jonge gezegd, laat mij nou gewoon via de betrokken minister aan de Kamer sturen wat ik in mijn bestanden heb zitten. Daarmee geen garantie dat alles is, dat weet je niet zeker. Ja, wat hij heeft hij gestuurd. Maar het kan natuurlijk best zijn dat uit zo'n Deloitte-onderzoek nog weer meer dingen blijken. Dat zullen we moeten afwachten. En juist dat Deloitte-onderzoek vindt plaats om ervoor te zorgen dat je die hele kwestie in samenhang kunt bekijken. Ja, maar die stukken die kwamen pas een jaar nadat er omgevraagd werd. Is dat nou een goed voorbeeld van die nieuwe transparantie? Maar ik zie dit echt ook wel heel specifiek in het kader van de gezamenlijke afspraak tussen Kamer en kabinet om over die mondkapjesdeal. En daar heeft een vorige minister met de Kamer over gesproken om te zeggen, we volstaan niet met stukken verzamelen en toesturen. Het gaat, begrijp ik, letterlijk om miljoenen documenten, zoals mij gemeld. Deloitte is bezig dat precies in kaart te brengen, ook forensisch, ook daar waarschijnlijk nog mensen over te interviewen, neem ik aan. En dat in samenhang moet leiden tot een gewogen oordeel. Dus dat is natuurlijk een heel bijzonder proces wat daar loopt. Daar komt doorheen de publiciteit van een paar weken geleden en de wens van de Kamer daar specifiek over te praten. En de zoektocht hoe daar invulling aan te geven zonder dat onderzoek van Deloitte te schaden heeft geleid tot de brief van Connie Helder met als bijlage wat Hugo de Jonge precies weet te melden wat er in zijn stukken zit. Maar u vindt dit geen slecht voorbeeld van hoe de Kamer geïnformeerd moet worden? Volgens mij is het een voorbeeld van een gezamenlijke zoektocht. Als je aan de ene kant afspreekt, we gaan alles wat we hebben op dit terrein, laten we heel precies onderzoeken door een bureau. En tegelijkertijd begrijp ik ook heel goed de wens van de Kamer als gevolg van het Volkskrantstuk. Van joh, kunnen wij toch meer specifiek ook kijken nu naar betrokkenheid van Hugo de Jonge, wel of niet? En dan moet je daar proberen een oplossing voor te vinden. En het puntstuk dat op VWS liggen, die miljoenen documenten, althans die liggen bij Deloitte, die zijn ermee bezig. Ik denk dat de oplossing die gevonden is, namelijk dat Hugo de Jonge zelf zegt, laat mij nou in ieder geval sturen en ook zelf verdedigen wat ik in mijn bestanden heb zitten. Ik denk dat dat in ieder geval voor dit moment een goede oplossing was. RTL, aansluitend. Rutte, misschien graag even door, schakend staatsrechtelijk. Nou wordt het staatsrecht bij de dag geschreven, maar tegen wie werd er gisteren nou precies een motie van wantrouwen ingediend volgens u? Sorry, dat laat ik over aan de staatsrechtgeleerde. Het is niet aan mij om de Kamer te becommentariëren als zij moties indienen. Ik heb wel eens meegemaakt zelfs dat ze, althans ik was aanwezig in dat debat, dat ook enigszins terzijde gevolgd, een motie van afkeuring werd ingediend tegen een fractievoorzitter. Dus er gebeuren wel meer bijzondere dat dingen. Dat is ook heel bijzonder, maar gisteren werd er een motie van afkeuring van wantrouwen ingediend tegen minister Hugo de Jonge vanwege zijn rol als minister van Volksgezondheid.
Heeft u ook doorgeschaakt in het kabinet als die motie zou zijn aangenomen? Wat er dan met mevrouw Helder of misschien wel minister Kuipers had moeten gebeuren? Nee. Nee, maar ik was in Rome, zoals ik al zei, en het debat had gisteren zijn eigen dynamiek. Is ook uiteindelijk tot politieke uitspraken gekomen via de moties van wantrouwen en de motie van afkeuring. Die het allebei niet hebben gehaald, dus wij zijn ook niet toegekomen aan die afweging. Daar heeft u van tevoren ook niet over nagedacht? Nogmaals, ik had gisteren een gesprek met majoor Draghi in Rome. Gisteren, de dagen daarvoor? Waar wij echt naar gekeken hebben daarvoor, en daar moet ik met u gewoon heel open over praten, dat is het dilemma. En het dilemma is inderdaad dat de Kamer zegt, luister, er komen nu dingen naar boven waarvan wij zeggen, wij zien dat anders dan wat er eerder door diezelfde minister over is gezegd, vanwege dat Volkskrant-artikel. Dat waren, dacht ik, stukken die voortkwamen, als ik het goed heb, uit een WOP-verzoek richting financiën. En tegelijkertijd het feit dat dat hele feitencomplex, al dat materiaal, onderzocht wordt door een bureau wat er ook forensisch naar kijkt. En ook zegt, ja, weet je, wij moeten ook wel de kans hebben om die gesprekken te voeren en dat uiteindelijk in samenhang te bekijken. Hoe zit het precies met die deal en de betrokkenheid van mensen wel of niet? En ik denk dat de oplossing die is gekozen, dat Hugo de Jonge zegt, laat mij nou uit mijn bestanden, wat ik weet, aan mails, appjes, noem maar op, met de Kamer delen en er ook een context bij schetsen. En ook zeggend, ik heb er behoefte aan om daar dan ook zelf een toelichting op te geven. Want ik vind ook dat ik een aantal dingen daarop heb toe te geven, hè, zoals hij dat gisteren ook gezegd heeft. Dat is een zoektocht en dat is niet een kwestie van dat die stukken niet naar buiten mogen, want nogmaals, alles ligt bij dat onderzoeksbureau en dat komt allemaal natuurlijk naar buiten over een tijdje als dat onderzoek klaar is. Vindt u misschien ook dat ministers, bestuurders in het algemeen tegenwoordig wel heel veel openbaar moeten maken over hun eigen contacten? Nou, ik heb zelf al eens gezegd, en daar zou ik ook voorstander van zijn, maar dat gaat natuurlijk heel erg ver, dat je best natuurlijk een ambtelijke notitie, en dat zeg ik zonder niet als grapje, maar heel serieus, voor het bij de winstpersoon komt, eigenlijk zou moeten publiceren. Het voordeel daarvan is dat je precies kunt volgen hoe die besluitvorming gaat in departementen. Ik zou er zelf geen bezwaar tegen hebben, maar nogmaals, dat is een zeer vergaande vorm van openbaarheid. Net zoals nu ook de bonnetjes van ons allemaal natuurlijk openbaar zijn. En daar zie je eigenlijk ook geen gevolgen op. Kijk, ik denk eerlijk gezegd dat dat ook de les is die ik ook heb getrokken uit de vreselijke affaire met de kinderopvangtoeslag. En de reactie die wij in januari vorig jaar hebben gestuurd op de dag dat het kabinet aftrad. Waarin we hebben gezegd, we gaan inzage geven, dat doen we ook. Hè. Als er op een gegeven moment beslisnota's sturen we toe, als we tot besluiten zijn gekomen. U krijgt tegenwoordig ook een heel pakket stukken op vrijdag uit de ministerraad. Alle besluiten die we nemen en alle onderliggende stukken. Agenda's openbaar maken van de bewindspersonen. Het afschaffen van dat iedere week, hè, zo'n coalitieoverleg. Nogmaals, volgende week wel een paar keer, maar dan ook heel gericht op de begroting. Maar niet meer iedere week op maandagochtend. Ik denk dat dat goed is. Je zou nog weer verder kunnen gaan, maar nogmaals, dat gaat misschien heel erg ver. Maar de beleidsintimiteit, dat je kunt volgen hoe we vinden beslissingen plaats, hoe komen ze tot stand. Ja, ik denk dat dat helemaal niet verkeerd is. En dan kun je misschien nog weer verder in gaan, maar die discussie zullen we de komende maanden en jaren moeten voeren. Maar ik denk in dit kader dat echt gepoogd is zo gewetensvol mogelijk om te gaan met de informatie die gevraagd werd. Maar bent u niet bang dat wanneer de controle zo groot wordt op alle contacten die ministers hebben, bestuurders hebben, met mensen ook buiten de ambtenarij, ieder telefoontje moet getraceerd kunnen worden, ieder appje moet getraceerd kunnen worden, dat er niet gewoon een andere stroom gaat ontstaan van pak even de telefoon van je kinderen, bel daar. Nou, goed, maar dit is natuurlijk de reden waarom mijn vergaande idee van bij de bodycam, van u mag zien wat ik allemaal doe, uiteraard ook weer op bezwaren stuit, omdat je dan niet in staat bent om in de beleidsvorming nog eventjes de rust te bewaren en afwegingen te maken zonder dat iedereen meekijkt. Wat we natuurlijk wel nu doen, is zodra het besluit genomen is, inzage geven in welke alternatieven lagen er nou voor. Hoe ging het vroeger? Vroeger was het zo dat er werd een besluit genomen, er werd de indruk gewekt dat voor dat probleem alleen deze oplossing denkbaar is. Dat is natuurlijk helemaal niet zo. En ik vind de kracht juist van het ook delen van die onderliggende stukken en al die beslisnota's en noem maar op, dat er veel meer inzage wordt gegeven, ook in welke alternatieven hebben ervoor gelegen. Het laatste ook, hè, toen wij met dat pakket kwamen over die compensatie voor de gestegen energieprijzen, is ook naar buiten gekomen, wat had je nou allemaal ook nog kunnen doen? En dan wordt er gezegd, oh, hebben ze er ook naar gekeken? Ja, er ook naar gekeken, alleen niet gedaan. Maar dat zijn alternatieven die we afgewogen hebben. Ja, volgens mij is dat prima.
Ik heb nog even rond aansluitend op ditzelfde onderwerp, Telegraaf, ANP, SBS. Meneer Rutte, de minister Jonge die overleefde gisteren een motie van wantrouwen. Maar zijn denk ik bij veel Nederlanders is dat toch een beetje met verbazing ontvangen. Omdat mensen het idee hebben dat minister De Jonge gelogen heeft. Kunt u aan hen, naar ik aanneem bent u het er niet mee eens, kunt u aan die Nederlanders uitleggen waarom Hugo De Jonge niet gelogen heeft? Wat volgens mij Hugo De Jonge gisteren heeft laten zien is hoe... ook voor zichzelf reconstruerend opnieuw op basis van al die stukken. En de chaos, die chaos was enorm in maart, april 2020, aan het begin van de coronacrisis. En iedereen was bezig, overal vandaan, mondkapjes, maar ook... ik was zelf vooral bezig met de longmachines, al die dingen los te trekken. Waar was de dood voor code zwart in de ziekenhuizen af. En het was een ongelooflijk spannende tijd. En hij heeft dat ook in alle eerlijkheid gezegd gisteren, volgens mij, in dat debat. Hij zegt, ja luister, toen die vraag gesteld werd, heb ik daar toen op geantwoord zoals het mij bijstond hoe het zat. Als je nu kijkt naar die onderliggende mailtjes, dan zijn de feiten zoals ze er liggen. Hij heeft ook excuus gemaakt voor dat gegeven. Vind ik ook terecht, zo hoort dat ook. Als je fout maakt, dan zet je dat recht. En dan is er vervolgens een politiek proces, hè, dat ook een Tweede Kamer moet zeggen, oké, wat vinden wij daarvan? Is dat zo kardinaal dat je geen vertrouwen meer hebt in die persoon? Nou, dat is niet zo. Men zegt, oké, in meerderheid, wij kunnen met jou verder. Maar zo gaat ook zo'n debat en ik vind dat ook hoe het hoort. Het deed veel mensen denken aan de manier waarop dat destijds met u ging, een jaar geleden, over wat u zich nog kon herinneren en dat toen de feiten er toch wat anders uitzagen. Begrijpt u dat mensen dan het idee krijgen dat als je niet de waarheid vertelt, daar geen politieke consequentie kennelijk op volgt? Ik denk dat wat je ook in zo'n debat als gisteren ziet, is dat het ontzettend belangrijk is om iemand ook te laten toelichten hoe is dat dan gegaan? Wat was de context? Wat gebeurde daar? Wat was de chaos waarin je moest werken? Hugo De Jonge nam... van Bruno Bruins, nadat hij collapseerde in het debat kort na dat ik de tv-toespraak had gehad op maandag. Volgens mij woensdag was er een debat waar uiteindelijk een dag later Bruins besloot af te treden. Hij was de coördinerend minister. Hugo De Jonge was zeg maar de onderaannemer op het terrein van corona en heeft toen gezegd, oké, dan stap ik naar voren. En vanaf toen... die weken, die maanden, dat is één grote blur. We moesten dat weekend ervoor zorgen dat de patiëntenverplaatsing op gang kwam. Het zuiden, de ziekenhuizen in het zuiden dreigde zo vol te raken dat het niet meer ging. Dus dat weekend vervolgens was er het probleem van de longmachines, het probleem van de persoonlijke protectiemiddelen, waaronder de mondkapjes. Nou, in die hele chaos zegt hij, ja, en dat snap ik allemaal hoe dat gaat, heb ik echt gezegd, hoe het mij bijstond toen mij die vraag gesteld werd. Als je nu naar het materiaal kijkt, moet je vaststellen dat er ook verschillen zijn. En daar bied ik excuus voor aan. En, ja, en dan is uiteindelijk ook een kwestie, denk ik, in een samenleving, maar ook in de politiek, dat je dat in zijn geheel hebt te wegen. En te zeggen, joh, vertrouw ik die persoon? Als het gaat, accepteer ik die uitleg? Dan hoef je dus niet de waarheid te vertellen. Je moet altijd de waarheid vertellen. Altijd. Er is geen sprake van dat je het niet vertelt. Altijd. Maar volgens mij heeft Hugo De Jonge gisteren weer toe te lichten hoe dingen zo kunnen lopen dat het debat ook gisteren plaatsvond zoals het plaatsvond. Dat is ook een feit. Kunt u dan misschien een poging wagen om inzicht te geven in hoe u nou denkt dat u die Nederlanders die hier niet zoveel voor kopen te overtuigen? Want ik denk wel dat mensen steeds sceptischer worden over de manier waarop er in Den Haag met de werkelijkheid wordt omgegaan. Mijn waarneming is dat wat mensen op zo'n moment willen is toelichting. En wat ik de kracht vond van het debat gisteren is dat daar ook uitgebreide tijd voor is genomen. De Kamer heeft uitgebreide tijd genomen en terecht om vragen te stellen, om het licht te laten schijnen op het hele feitencomplex zoals het gisteren lag. Vervolgens hebben de ministers toegelicht de bijzondere staatsrechtelijke positie waarin het kabinet zich bevond gisteren ten opzichte van de Kamer. En hoe wij gewetensvol geprobeerd hebben in de dagen voor het debat daar de keuzes in te maken die ertoe leiden dat en... als bijlage bij de brief van Connie Helder de stukken zaten van Hugo De Jonge en ook Hugo De Jonge zelf bij het debat was. Ik weet dat er ook kritiek op is. En er zijn ook allerlei staatsrechtgeleerden die zeggen dat had je zo niet moeten doen. Gaat u de mensen overtuigen en dan is dus het debat van werkelijkheden. Ja, maar mijn waarneming is dat mensen bereid zijn om te luisteren naar uitleg, bereid zijn om te kijken wat is er nou eigenlijk precies gebeurd. Hoe legt die persoon dat uit? Hoe zit dat? Mensen zien ook hoe dat in de Tweede Kamer eraan toe gaat. Dat Hugo De Jonge gisteren terecht door de Kamer
gedwongen is om heel precies uit te leggen. Hij wilde dat ook, hij ging er niet voor niks naartoe. Maar de Kamer dat ook nog wel eens even stevig heeft gedaan in de verdere bevraging. Wat is nou precies gebeurd? Hoe zit dat? Waarom heb je toen dat gezegd en zit het eigenlijk zo? De excuses die hij daarvan mag. Daardoor denkt u gisteren? Ik denk dat het heel belangrijk is bij het proces van de Tweede Kamer als vertegenwoordiger van 17 miljoen Nederlanders, in ieder geval de 14 miljoen volwassen Nederlanders, waar 150 mensen dat voor de 14 miljoen mensen doen, dat proces plaatsvindt, dat het ook wordt afgesloten met een politieke conclusie. En dat komt ook voordat de politieke conclusie is. Het vertrouwen is er niet meer, dat hebben we ook meegemaakt. In dit geval is de politieke conclusie, het vertrouwen is er wel, de motie van wantrouwen is verworpen. Maar dat is eerlijk gezegd nog het minst belangrijke. Het belangrijkste is dat proces en de toelichting en het schetsen van die dilemma's. Ik zag op ditzelfde onderwerp nog ANP, SBS en AD. En ik geloof dat ik nog meer handen zie. Dus maar even in die volgorde eerst. Nog even terug op dat punt van de informatievoorziening. Dan raakt het kabinet toch weer met de Kamer in discussie over hoe is iets bedoeld. En eigenlijk een semantische discussie over het woord betrokkenheid. U heeft een jaar geleden gezegd, wij gaan radicaal kiezen voor ruime informatievoorziening aan de Kamer. Die twee dingen verhouden zich toch niet met elkaar? Ja, ik denk wat je hier moet vaststellen is dat het kabinet in reactie op het rapport van de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag zeer fundamenteel heeft gesproken over de verhouding kabinet-kamer en kamerkabinet. En dat is ook een proces wat we gezamenlijk moeten vormgeven. Het is een proces van 20 fracties in het kabinet gezamenlijk en volgens mij voelt ook iedereen dat zo. Dat heeft geleid tot een aantal fundamentele keuzes, ook in de formatie van de in januari aangetreden coalitie, of december en januari ook met de bemensing toen we op podest stonden. Ik noemde ze kort, geen coalitieoverleggen meer, dus meer ruimte voor de tussenwereld tussen Kamer en kabinet. Wel af en toe coalitieoverleggen, maar niet meer iedere maandag. De openbaarheid van agenda's en wat bewindspersonen allemaal doen. Sinds april vorig jaar gedeeltelijk, en ik dacht vanaf zomer vorig jaar maken we de hele agenda's openbaar en de besluitlijst van de ministerraad en ook het meeste van de onderliggende stukken, uitgebreide annotaties. En misschien het allerbelangrijkste nog wel, dat we hebben gezegd, we gaan niet meer aan de Kamer alleen maar zeggen probleem, oplossing. Nee, probleem, oplossing. Maar dit waren alle alternatieven, alle keuzes die we gemaakt hebben, dat doen we. Wat speelt hier nou volgens mij? En zo kijk ik naar dit dossier, is dat er heel specifiek is afgesproken, ruim een jaar geleden, omdat er zoveel aspecten aan de kwestie zitten van deze so-called, het hele dossier van de mondkapjesdeal, dat er gezegd is, dat moet ook meer forensisch precies worden bekeken. En het gaat om letterlijk miljoenen documenten. Dus dat er toen gezegd is, laten we daar nou een deskundig bureau tussen zetten, wat het eens even heel precies in kaart brengt. Dat begrijp ik. Nou, vervolgens, het lijkt me ook een goede gezamenlijk gedragen conclusie van kabinet en Kamer. Ja, maar dus dan is afgesproken. Vervolgens komt de Volkskrant met stukken uit een WOP-verzoek. Nogmaals, ik dacht van het ministerie van Financiën, wat een zijlicht werpt op die hele kwestie. In het bijzonder natuurlijk de kwestie van Hugo de Jonge en wel of niet beïnvloed en in welke mate. Dat de Kamer zegt, ja, maar dat willen we nu eigenlijk toch wel eens even eruit lichten nu al. Ja, begrijp ik ook. Nou, ja. En daar was vervolgens de zoektocht naar, hoe doe je dat dan? Terwijl tegelijkertijd dat breder onderzoek loopt waar alles naar buiten gaat komen. De klacht van de Kamer ging over het feit dat meneer de Jonge had gezegd, ik ben er niet bij betrokken geweest op vragen van de Kamer en de pers. Als het inderdaad het probleem was met het onderzoek, dan had hij gezegd, ja, maar daar kan ik niks over zeggen, ik moet het onderzoek afwachten. Mm-hmm. En nu heeft hij gezegd, ik ben niet betrokken. En nu gaat het over de vraag, hoe betrokken is betrokken? Terwijl het kabinet zich heeft voorgenomen, we gaan radicaal eerlijk en ruim en transparant alles delen. Ja, en daar was het volgens mij zo belangrijk dat hij er ook zelf was. Hoewel staatsrechtelijk kwetsbaar. Maar ik begreep die keuze en ik draag die ook. Hè, dat hij zegt, ik wil er zelf bij zijn. Ik snapte dat helemaal. Toen hij mij belde, zei ik, ja, dat gaat ongetwijfeld een heel legertje staatsrechtgeleerden tot grote koorts aanjagen, maar dat vult dan wel weer even een aantal programma's, maar dat moet er maar even. Ik begrijp dit, ik denk ook dat dat verstandig is. Hij wil ook niet duiken, hij wilde daar zelf staan. En hij zegt, ja, dan is het ook logisch, en dat was de brief van woensdag, dat ik ook inzage geven, want ik weet hoe het zit. Ja, en vervolgens zie je ook een discrepantie tussen wat hij eerder zei
En als je naar die stukken kijkt, en daarvan heeft hij gezegd, ja, dat duid ik als volgt. En dat is natuurlijk ook zijn duiding, dat is ook hoe zo'n Kamerdebat hoort te gaan. En dan is het ook logisch dat die Kamer daar vervolgens een uitspraak over doet. Dan over de Kamer. U zegt, het is niet aan mij om de Kamer te recenseren. Hugo de Jonge zei vanmorgen, je integriteit wordt te snel in twijfel getrokken en er is te veel wantrouwen. Deelt u die mening? Kijk, we hebben eenheid van kabinetsbeleid, maar het is niet zo dat we allemaal precies dezelfde zinnen de hele dag herhalen. Als ik het in mijn woorden zou samenvatten, dan zou ik willen zeggen dat het van belang is dat we proberen altijd elkaar heel scherp te houden. Dat we tegelijkertijd ook steeds proberen om de context te snappen waarin dingen zich afspeelden. Het was een hele bijzondere tijd, maart, april 2020. Was misschien wel de heftigste periode van de coronabestrijding, waarbij we ook echt de angst hadden dat er op een gegeven moment te weinig mensen in de ziekenhuizen terecht konden. Of zoveel mensen in de ziekenhuizen terecht moesten dat we ze niet meer konden helpen. En bovendien een grote bezorgdheid over, zijn er voldoende persoonlijke protectiemiddelen voor iedereen? In die zeer chaotische tijd speelde zich dit af. En ik denk dat uiteindelijk ook in de stemming in de Tweede Kamer over die motie dat allemaal is meegewogen, vermoed ik. Ik was niet bij al die fracties natuurlijk, maar ik vermoed, en dat is natuurlijk ook hoe onze representatieve democratie werkt, dat 150 mensen namens de 14 miljoen volwassenen een weging maken van alles wat je gehoord hebt. Dat is ook het verschil met een referendum, dan is het ja en nee zonder discussie, maar hier is er een uitkomst na discussie, waarin al die feiten en gewogen worden en ook de verdediging van Hugo de Jonge. Maar vindt u dat er in de politiek te snel aan mensen wordt getwijfeld? Ja, ik weet niet of hij het nou zo precies formuleerde. Mijn ervaring is dat de Tweede Kamer, zoals ooit Tony Blair zei toen hij stopte, dat ook na 10 jaar premierschap, hij was zo'n 10 jaar premier, in ieder moment dat hij naar de Kamer moest, hem nog steeds met angst vervulde. Dat geldt ook voor mij. Niet, althans, scherpte. Je weet, hier komt het op aan. Dit is de vertegenwoordiger van het Nederlandse volk. Ik heb me hier, waar het ook over gaat, een Europese Raad of een begroting, algemene zaken, wat ik daar ook bespreek. Dat zijn spannende en belangrijke momenten. Maar mijn ervaring is ook dat je de kans krijgt je verhaal te doen. En dat er gepoogd wordt altijd gezamenlijk dan tot een conclusie te komen. En ja, die bevallen mij ook niet altijd. Maar dat is ook inherent aan de democratie. Ja. Laatste vraag op dit punt. Is het in de ministerraad ook gegaan over het gebruik van privémails? Nee, vandaag niet. Nee. Wat hebt u daar eerder met de heer De Jonge over gedeeld? Nou ja, u heeft de brief gezien van Hanke Bruinslot, ook namens mij, van donderdagochtend. Dat het ware verstandig daar geen gebruik van te maken. Ja. Het is niet gebeurt verboden. Gebeurt het nog bij anderen? Het is inderdaad niet verboden. Zijn er andere bewindspersonen waarvan u weet dat het van wie daarvan weet dat hebben we gezegd, dat zijn we nog eens even precies aan het uitzoeken. Voor mij geldt, heb ik gezegd tegen de pers van de week, dat ik dat niet doe, omdat ik dat zelf weet. Hoe dat verder zit, zijn we nog niet precies aan het uitzoeken. Het is niet verboden, maar het is wel afgeraden. Zou het verboden moeten worden? Ja, dat is weer een stap verder in de discussie die ook breder plaatsvindt nu over, ook aan de hand van verschillende Kameruitspraken en het CRECO-onderzoek, zijn we nog ons breder aan het beraden over een aantal vraagstukken rondom het aantreden van bewindslieden en ook de precieze positie van het blauwe boek. Dus die hebben we nog te wegen. Okay. SBS, aansluitend AD. Vindt u dat er te veel wantrouwen is in de Tweede Kamer naar het kabinet? Het lijkt mij de taak van de Tweede Kamer om op zichzelf natuurlijk hoop je een meerderheid te geven aan een regering. En vervolgens die regering wantrouwend te volgen. Dat is ook hoe ik stem. Ik stem op een politieke partij. Die partij ga ik dan vervolgens wantrouwend volgen wat ze met mijn stem doen. Nou ja, nu even niet natuurlijk, omdat ik zelf vorm geef aan wat er met die stem op mijn partij gebeurt. Maar toen ik niet in de politiek actief was, was dat hoe ik mij verhield tot de partij waar ik toen op stemde. En dat was ook toen trouwens de partij waar ik nu op stem. Maar, best gezond een beetje wantrouwen. Dat is op zich gezond. Ja. U refereert waarschijnlijk aan de uitspraak van de jongen van morgen. Dat was wel opvallend precies aan de uitspraak van vanochtend. Ja, ik denk eerlijk gezegd, ik heb daar net antwoord op gegeven aan uw collega. Ik lees dat toch wat anders. En dat is dat het van belang is, denk ik in algemene zin, dat we altijd ruimte laten. Ook voor het gesprek, voor de kans om toe te lichten hoe dingen gegaan zijn. En ik denk dat die ruimte er gisteren was. En inderdaad, zo'n debat heeft natuurlijk altijd momenten. Ik heb het gisteren niet kunnen volgen, nogmaals omdat ik niet in Nederland was. Maar die laatste natuurlijk, heeft natuurlijk altijd ruimte. Het momenten waarop er misschien even wel heel pittig aan toe gaat. Maar dat kan ik niet precies bepalen voor gisteren, want ik heb het niet kunnen volgen. Het debat is eigenlijk nog maar net afgelopen. De rook is nog niet opgetrokken. Of de minister wijst eigenlijk alweer naar de Kamer van te veel wantrouwen. Te snel twijfelen aan mijn integriteit.
Is dat niet een beetje gek dat dat de volgende ochtend gelijk al gezegd wordt? Ik zou dat willen laten vallen in een robuust bestuurstel die zowel Hugo de Jonge kenmerkt als ook de Tweede Kamer. Die past bij Hugo de Jonge. Ja, het past ook wel bij mij. Ik ben ook wel van een robuuste bestuurstel. We hoeven ook niet de hele dag toch rekening te houden met elkaars gevoelens. Daarmee neem ik niet alles wat hij zegt meteen ook tot mijn woorden. Maar ik uitgebreid heb excuses over, maar doen. Maar op zichzelf is het niet zo dat je toch een beetje ook... Het hoort erbij, zegt u. Op zichzelf mag je... We zijn toch allemaal niet van marsepein. Heeft u zelf nog een rol gespeeld in die mondkapjesdeal? In de zin van de afgelopen weken of in april 2020? Destijds. Ja, dat hebben we natuurlijk ook allemaal even moeten bekijken. Mijn indruk is van niet. Daar heb ik ook geen aanwijzingen voor gevonden. We moesten natuurlijk ook allerlei mails en dingen nakijken. Behalve, maar dat heeft u gezien op 4 oktober 2021. Toen is er een WOP-verzoek naar buiten gekomen. Maar dat was later dat Pieter Omtzigt bij bezoek was geweest. En dat ging over dat ene documentje. Ja. Hoe is dat gegaan eigenlijk, dat bezoek? Ja, dat is het stuk waaraan gerefereerd wordt, dat heeft niet mijn bureau bereikt. Is wel doorgestuurd naar een van de raadadviseurs van Algemene Zaken. Die heeft het per app ontvangen van Pieter Omtzigt. En toen is dat signaal doorgegeven aan Martin van Rijn. Dat er mogelijk een aanbieder van mondkapjes was. En dat is allemaal naar buiten gebracht op 4 oktober 2021. Ja, maar die mondkapjes, de eerste deal van 40 miljoen met Siewert van Linden... Nee, dus dat hebben we ook al indruk is dat u daar niet betrokken bent. U had ook geen betrokkenheid? Mijn indruk is van niet. Ik heb het allemaal nagekeken en wij, ook bij de raadadviseur, wij kunnen niks meer vinden. Nee. Dank u wel. AD. Ja, u was er niet bij, daarom zal ik maar een korte samenvatting geven. De jongen zei onder andere op de vraag of het zou kunnen dat hij rond de Siewert-deal persoonlijk is bijgepraat, zei hij. Maar daar heb ik geen herinnering aan. Op een andere vraag, dat ging over of hij geen contact had met Siewert, zei hij dat hij misschien onbedoeld de suggestie heeft gewekt dat hij echt helemaal geen contact had gehad, terwijl hij alleen maar even met hem wat informatie had gewisseld. Meerdere mensen hebben daar wel herkenning bij, omdat u ook wel eens bijvoorbeeld bij... de bonnetjesaffaire van Teven, het aftreden van Halbe Zijlstra, de stukken over de dividendbelasting, de burgerdoden bij Hawija, de opmerking van Pieter Omtzigt, ook geen actieve herinnering had aan... Ik zag ook hier en daar in de media een link gelegd worden. Een verwijzing, ja. Ik was wel benieuwd hoe u daar zelf naar keek. Enige vorm van herkenning? Kijk, ik probeer de waarheid te zeggen. Ik krijg net de vraag ook van, was je zelf betrokken, hè, begin april 2020 bij die kwestie, wist je daarvan? Dan kan ik alleen maar zeggen wat ik net zeg, namelijk dat mijn indruk is van niet, dat we het ook hebben nagekeken, dat overigens Deloitte alles onderzoekt en misschien komen er wel dingen naar boven, maar in ieder geval, het is mij niet bekend. Dus ik probeer altijd waar te spreken. Eigenlijk daar moet ik het, dat is toch mijn antwoord. En is mijn indruk is van niet, is dat dus nieuwe, geen actieve herinnering aan? Nou, het is in ieder geval wat ik zeg. Het is mijn indruk is van niet. Ja. Helder. Oké, we schakelen even door. Ander onderwerp? Of zijn er nog zelfde onderwerpen? Of NRC? U zegt helemaal aan het begin dat het staatsrechtelijk kwetsbaar is wat er gisteren gebeurde met Hugo de Jonge die zichzelf verantwoordde in de Kamer. Waarom? Nou, ik denk om alle redenen die de oververhitte staatsrechtgeleerden ook hebben uitgevent in de verschillende programma's. Namelijk dat het gebruikelijk is dat de erfopvolgers de verdediging doen. En tegelijkertijd had je hier natuurlijk te maken met het feit dat betrokken lid is van het kabinet. En dat de Kamer ook zei, we willen graag met hem praten. En niet per se over de inhoud met Connie Helder, de huidige minister. En ook de minister Hugo de Jonge zegt, ik wil het ook graag zelf uitleggen. Dus ik denk per saldo, en dat is ook echt weer zo'n dilemma, heb je dat precies te wegen. En daar zijn geen perfecte antwoorden op. Hè. Staatsrecht is ook niet een... helemaal zwart op wit vastliggend gegeven. Het is levend recht. En er is gisteren weer een hoofdstukje aan toegevoegd. Precies, want een van de dingen waar staatsrechtdeskundigen zich zorgen om maakten was dus dat het een soort van precedent zou gaan scheppen. Er zijn meer bewindspersonen in Rutte 4 die ook in Rutte 3 zaten. De Kamer kan vaker oud-bewindspersonen op het matje gaan roepen over iets wat ze in hun vorige functie deden. Is dat dan iets waar jullie... het in de ministerraad over hebben? Worden daar afspraken over gemaakt? Nee, maar dat werkt toch niet. Weet je, dat is toch situationeel. Je kunt dat niet, denk ik, in algemene zin een afspraak over maken. En dat is ook het ingewikkeld met het staatsrecht. We doen er natuurlijk heel deftig over en terecht. Maar het is natuurlijk niet iets wat nou helemaal van A tot Z is uitgeschreven. Het ontwikkelt zich. En ik
denk dat wij in dat dilemma, hè, wat zich aandiende deze week. Want stel nou dat Hugo de Jonge er niet was geweest gisteren. En Connie Helder had die hele verdediging gedaan. Ik denk dat een deel van de Tweede Kamer, zo met politieke taxatie zijn, gisteren up in arms was geweest van waarom is hij er niet? Ja, dat snap ik ook weer. Ik snap ook de Tweede Kamer die zegt, ja, maar we willen nu ook wel eventjes even die de jongen hier voor de microfoon hebben. Ja. Dus dat zijn van die lastige afwegingen. Ja, wat u zegt, het is levend recht. Dus, maar ja. Goed, dat betekent ook dat wat er gisteren is gebeurd weer een stap is geweest in de ontwikkeling. Dus stel nou dat Wopke Hoekstra op het matje wordt geroepen over iets wat hij in de vorige periode als minister van Financiën heeft gedaan. Ja, op een gegeven moment moeten jullie daar toch ook wel... Blijft het steeds een individuele keuze van de minister? Nou ja, ik neem er natuurlijk ook verantwoordelijkheid voor. Het is natuurlijk niet zo dat ik zeg, ik kijk ernaar en ik laat dat gebeuren. Maar ik snap deze. En ik vind dat, en nogmaals, dat is in die zoektocht naar de goede weg in dat staatsrecht van ons. Wat zich natuurlijk ook vooruitkijkend ontwikkelt. Het is niet zo dat het allemaal zwart op wit vast ligt. Maar als u het dan snapt, dat is dan een voorwaarde? Om wel voor, nou, voor mijn eigen positiebepaling, maar het is natuurlijk, ik ben geen baas van het kabinet. Ik ben meewerkend voorman en uiteindelijk nemen we die beslissingen natuurlijk gezamenlijk. Maar in dit geval was mijn waarneming dat daar toch echt ook veel draagvlak voor was. Mensen het ook begrepen. Omdat precies wat ik net schets, denk ik, ook wel echt waar is dat de Tweede Kamer gisteren toch toch wel behoorlijk tekeer zou zijn gegaan als Hugo de Jonge daar niet was geweest. En dat snap ik dan ook weer. Nog één ander ding. U zei net ook dat u, wat u betreft, zou u super mega ver willen gaan in transparantie. Hè? Alles mag naar buiten. Wat let u? Wat ik u net zeg, dat is natuurlijk een gezamenlijke discussie, een gezamenlijke zoektocht. Waarbij het nadeel van de bodycam aanpakken is dat, terwijl de worst nog gemaakt wordt, iedereen zit mee te kijken. En dat misschien de snelheid ook niet bevordert. En ik denk dat het compromis wat wij gevonden hebben, namelijk dat je zodra het besluit gevallen is, alle onderliggende stukken openbaar maakt, zoals we dat tegenwoordig doen, en de beslisnota's, en laat zien wat zijn al die alternatieven, ja. Welke ideeën lagen er. Je zag dat laatste ook, zoals heel recent bij die stukken over het aanpakken van die sterk gestegen energieprijzen. Daar zag je ook de alternatieven waarvan mensen zeiden, jeetje, hebben ze dat ook overwogen? Dat is wel een idioot voorstel. Nou, misschien vonden wij dat dan ook een idioot voorstel, wat daarom ja. Niet gedaan. Maar dat geeft toch helemaal niks? Maar toch iets precieser, want u, wat u betreft mag het, wat wie betreft dan niet? Oh nee, maar dat is. Ik schets u dat je volgens mij nog veel verder kan gaan. Ik zal er persoonlijk geen bezwaar tegen hebben. Het is niet maar zo wie dat heeft daar, er dan wel bezwaar tegen? Oh, maar het is niet zo dat we daar hevige discussies over hebben. We hebben die hele discussie gehad vorig jaar. We hebben daar volgens mij een besluit over genomen. En dat is nu ook hoe we het in praktijk aanpakken, waar ik mij zeer bij thuis voel. Ik ben zeer tevreden over hoe we dat nu doen. En heel specifiek over deze zaak snap ik natuurlijk dat men zegt, ja, maar hoe verhoudt zich dat dan tot die reactie op de rapportage van de parlementaire onderzoekscommissie? En dan is mijn antwoord dat hier natuurlijk een bijzondere situatie zich voordoet, namelijk het forensisch onderzoek van Deloitte. Ik denk dat we zo langzamerhand tot een afronding van het onderwerp proberen te komen. En daarna is er nog ruimte voor een paar andere vragen op andere onderwerpen. Ik heb nog één vraag hier over de Hoorde Financieel Dagblad. Wanneer wist u zelf voor het eerst dat minister De Jonge wel degelijk enige betrokkenheid had bij deze deal? Ja, dat zou ik moeten nagaan. Ik vermoed inderdaad rondom die Volkskrant publicatie. Dan vraag 1b. Wat was toen uw reactie richting die minister? Heeft u hem meteen gebeld? Maar kijk, dat wil ik dan ook een beetje proberen te houden in het contact wat we met elkaar daarover hebben. Dat... Ik kijk even rond voor nog andere vragen. Ik zag Joost Vullings en de Brusselse Nieuwe en dan ronden we zo'n beetje af. Premier Rutte, in uw inleiding sprak u over oorlogsmisdaden van Rusland. Aan de andere kant sprak u ook over het dat Nederlanders en Europa gaat helpen bewijs te vinden en te zoeken daar. Maar ik maak eruit op dat u voor wat u betreft zelf al heeft vastgesteld dat er sprake is van oorlogsmisdaden. Kijk, in formeel juridische zin moet dat vastgesteld worden. Laten we daar heel helder over zijn. In formeel juridische zin moet je dat vaststellen. Maar in praktische zin, als je ziet wat er nu gebeurt en deze recente aanval op dit treinstation, dat vind ik van een dermate cynisch karakter hebben en een dermate verschrikkelijkheid. Nou goed, hoef ik daar niet in te overtuigen, denk ik. Dat ik in praktische zin zeg, hoe moet ik dit nog anders zien dan oorlogsmisdaden? Maar ik voeg er terecht dat u die vraag stelt. U heeft helemaal gelijk. Ik moet er natuurlijk bij zeggen dat in formeel juridische zin dat moet worden vastgesteld. En daarom is het ook zo belangrijk dat dat wordt onderzocht. Bijvoorbeeld door het internationaal strafhof wat in Den Haag zit.
de Verenigde Naties breed. En Nederland is daar, nou goed, ik zal het niet allemaal hier bij u gaan opdienen, maar u kent waarschijnlijk die voorbeelden ook wel. We zijn er langs vier verschillende lijnen zeer intensief bij betrokken. Ja. Maakt dat voor u president Poetin van Rusland ook een oorlogsmisdadiger? En dat is ook een vraagstuk uiteraard wat in juridische zin moet worden vastgesteld. En er is ook wel vanuit de Kamer gezegd, moet er geen arrestatiebevel komen tegen Poetin. En dan zeg ik, nou, ik begrijp heel goed dat ze dat zeggen. Maar uiteindelijk is dat ook weer aan dat internationaal strafhof, wat wij ondersteunen. Wij helpen onder andere de aanklager Kaan met onderzoeksexpertise. Maar ook financieel ondersteunen wij dat onderzoek. Maar uiteindelijk is het ICC wat moet besluiten of individuen vervolgd kunnen worden. Uiteraard geldt ook hier de trios politica. Ja, dus ik kan wel. Dat is een formele antwoord. Hè? Dus u zei van eerst van, ik vind dat er sprake is van oorlogsmisdaden. Maar ja, formeel moet het nog bewezen worden. Ja. Dat geldt natuurlijk dan eventueel ook voor president Poetin. Maar zegt u dan gewoon vanuit waar u persoonlijk sprak van, ik vind president Poetin... Nee, door uw vragen daartoe aangespoord, beperk je me daar tot juridische uitleg. Ja. Dan nog iets anders wat betreft Oekraïne. Een oud ambassadeur van Nederland, Robert Serie, zei deze week in Nieuwsuur, misschien is het nu tijd geworden om de Nederlandse ambassade weer van Warschau naar Lviv te verplaatsen. Ja, eerlijk gezegd, daar heb ik nu geen nadere informatie over of die plannen er zijn. Er wordt nu constant een veiligheidsinschatting gemaakt. En ik weet ook van de ambassadeur die ook onlangs bij het in de Tweede Kamer aanwezig was met zijn Oekraïense ambtsgenoot toen Volodymyr Zelensky de Tweede Kamer toesprak. Maar ik heb natuurlijk ook een paar weken voor de verschrikkelijke inval samen met Wopke Hoekstra opgezocht in Kiev. Hij is natuurlijk zeer gemotiveerd om terug te keren naar Oekraïne. Ik denk, maar dat zou voor u nog even precies kunnen navragen, ik vermoed dat dat bijna op dagelijkse basis, buitenlandse zaken kennend, wordt gemonitord. Ik heb daar geen laatste informatie over, maar we kunnen dat nog wel even checken. Brusselse Nieuw en dan ronden we af met Van Groningen. Meneer Rutte, heeft het kabinet al een besluit genomen over de aanwezigheid van de koning of een van de ministers bij het WK in Qatar? Nee, daar gaan we nog over spreken. Daar gaan we het nog over hebben. En wanneer gaat u dat besluit nemen? U hoort het als het genomen wordt, maar dat is natuurlijk een zaak die we binnenkort wel een keer onder schot hebben te brengen. Wat is wat u betreft de situatie veranderd ten opzichte van november, toen het kabinet nog moties afraadde in de Kamer om niet te gaan? Ja, wat ik dan liever doe is toch komen met de uitkomst van zo'n discussie. We gaan dat binnenkort bespreken, dan hoort u het. Want het geval is namelijk dat de Duitse minister van Economische Zaken laatst in Qatar was samen met de Gasunie om gas in te kopen. Omdat we geen Russisch gas meer willen hebben, zoeken we ander gas. En toen zei de emir tegen de Duitse minister van, goh, u wilt gas kopen, komt u eigenlijk naar het WK? En toen had de Duitse minister natuurlijk het een beetje moeilijk. En die zei toen van, ik kom alleen als Nederland-Duitsland plaatsvindt op het WK. Nou, het is in ieder geval niet in de voorrondes. Niet in de voorrondes, zeker niet, nee. Maar het laat wel zien dat Qatar natuurlijk een andere positie krijgt. We worden nu afhankelijk van een land als Qatar bij de gasinkoop. Dus de hele wereld is onderling afhankelijk van elkaar. We zijn een interdependent wereld. Er is niets meer bijna waar Nederland autarkisch op zichzelf, ja, behalve onze basale voedselvoorziening nog, maar zelfs die niet compleet. Dus nee, we zijn natuurlijk altijd onderling afhankelijk. Maar uw vraag gaat natuurlijk naar de vraag over de eventuele aanwezigheid van de monarch of het kabinet rondom dat WK voetbal. En daar gaan we nog over praten. En zijn de gasbelangen daar een rol in? Dat weet u. Ja, dat zou. We maken zo'n afweging natuurlijk altijd op basis van de situatie in zo'n land. Hoe kijk je daar tegenaan? Wat kun je doen aan als er zorgen zijn over de situatie in een land, door daar aanwezig te zijn om die ook aan de orde te stellen? Versus is het juist belangrijk om het signaal te geven dat je er niet bent. Dat dat op zichzelf ook een signaal is. En dat soort afwegingen moet je echt maken. Ja, maar zijn de gasbelangen dan een onderdeel daarvan? Ja, maar je kunt niet één element eruit lichten. Het is altijd de volle breedte van de relatie die je dan hebt te wegen. Tot slot, Van Groningen. Ja, één korte vraag. Bent u ook nog van plan om uw goede vriend Zelensky op te zoeken in Kiev op korte termijn? Ik heb daar nu geen voornemens voor, maar dat zou kunnen. Dat zou kunnen, maar het is op dit moment niet plan. Dat is het enige wat ik wilde weten. Ja. Oké, okay. Heel goed weekend, mensen.